geplande OV-staking op 15 maart, om die van tafel te krijgen. Ja, want als je een handicap hebt, dan ben je vaak afhankelijk van het openbaar vervoer om ergens te komen. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor de dag van de verkiezingen. Bijvoorbeeld als je blind of slechtziend bent. En dan moet je je stem ook uitbrengen bij een speciaal stembureau. Daar zijn er minder van en die liggen vaak ook verder weg. Maar 15 maart, dus de dag dat we mogen stemmen voor de Provinciale Staten, ja, dan gaan de buschauffeurs in het streeksvervoer opnieuw. Staken. Die timing die is dus totaal ongelukkig en daarom is Marjolein een petitie gestart. Ik er naast. Dat betekent dus dat ik en met mij vele andere mensen met een beperking niet kunnen gaan stemmen met behoud van stemgeheim. Ik doe mijn werkpak even aan. Nou, dat betekent heel veel voor mij. Het is je zelfstandigheid en het is natuurlijk ook een recht. Zo is het braaf, goed zo. Wij hebben samen met andere mensen heb ik een petitie gestart, www.iedereenmagstemmen.nl. En daarmee willen we gewoon aantonen hoe belangrijk het is, ja, dat iedereen mag stemmen. En we hebben begrip voor de stakingen. We vinden het openbaar vervoer en dus ook de werkomstandigheden en alles heel erg belangrijk van de chauffeurs. Alleen staken kan je elke dag doen en stemmen kan je één keer in de 4 jaar doen. Ja, bij die mobiliteitsalliantie waar u voorzitter van bent, zitten ook verschillende OV-bedrijven. Als u dit zo hoort, denkt u dan niet, waarom kiezen zij niet een andere dag uit? Nou, ik zou er zeker groot voorstander van zijn dat ze dat doen. Want het feit dat we mogen stemmen, hè, dat we in een democratie leven en dat vervolgens iedereen ook de ruimte moet krijgen om zijn stem uit te brengen. Ik denk dat dat ook zeker bij degenen die zich hard maken voor die staking, dat dat toch ook wel een goed appel is om daar rekening mee te houden. Ja, want dit lijkt me niet de bedoeling. Ik hoop vooral dat ze eruit zijn voor 15 maart. Dat zou het belangrijkste zijn. Staken is een goed gerecht. Ja, maar dan op verkiezingsdag? Ik ga daar niet over, dus nee. Ik ga dat ook niet verdedigen. Maar we hebben al wel voorgenomen om zelf ook rode taxis in te zetten. Dus ik hoop dat er ook creatieve oplossingen komen voor dit soort mensen om in ieder geval hun stem uit te kunnen brengen. Want dat belangrijk is, essentieel. Het weer nog, Jill. Ja, nou, we hebben het bij